Goedenavond allemaal, welkom op deze webinar van SkyBuild Community over Unitsky String Technologies. Mijn naam is Earl Kerrijic, ik ben sinds 2017 participant in dit fantastische project van Unitsky String Technologies. Via het platform SkyBuild Community uiteraard. Ik ben officieel spreker voor SkyBuild Community, zowel voor de fysieke presentaties als de online presentaties. Daarnaast ben ik professioneel gebruiker van de applicatie AdvoHunter. Normaliter heb ik deze in mijn presentatie verwerkt. Alleen ik ben nog steeds zoekende op om een juiste manier toe te passen, zodat ik de applicatie ook op een goede manier aan jullie kan laten zien. Het milieu is eigenlijk een hot item en we zien en horen en voelen op dit moment om ons heen van alles gebeuren. En als we kijken naar het aspect van onze natuur, dan zien we ook dat onze natuur verandert. Dat is een evolutie waarbij wij ten dele geen invloed op kunnen uitoefenen. En aan de andere kant kunnen wij er wel degelijk invloed op uitoefenen. Er zijn verschillende projecten de wereld in geholpen middels subsidies, dan wel zonder subsidies, die fantastisch zijn, maar uiteindelijk niet hetgeen kunnen bieden wat onze aarde heel erg nodig heeft. Sinds 1978 is Anatoly Unitsky met zijn idee begonnen. En dat is een idee wat wij voornamelijk nu kennen als Unitsky String Technologies. Of oudere participanten binnen onze groep als Skyway. Maar wat was zijn idee? Dat was eigenlijk om onze aarde een stukje groen terug te geven. Anatoly Unitsky is op het oostelijk halfrond een zeer bekend en gerespecteerd persoon. Langzamerhand krijgen wij ook op het westelijk halfrond van onze aardbol eigenlijk steeds meer kennis van wie Anatoly Unitsky is. Anatoly Unitsky heeft meer dan 200 uitvindingen gedaan, heeft een x-aantal boeken geschreven, heeft ook een aantal patenten verworven en is meermaals onderscheiden voor zijn werk wat hij heeft geleverd. En dit is een van zijn eerste boeken. Wat ik net al aangaf is dat hij sinds 1978 bezig is om zijn idee vorm te geven en te visualiseren en inmiddels te creëren. En in dit boek lees je eigenlijk vanaf de basis hoe hij dat voor zich heeft gezien. En als we naar de kaft kijken, dan zien we twee gebouwen en daartussen is een stringrail gespannen. Deze gebouwen heeft hij zo ingetekend dat het eigenlijk ook al gebouwen zijn die zelfvoorzienend gaan zijn. En we moeten er niet gek van opstaan te kijken dat we in de nabije toekomst deze gebouwen ook in reality of in real life of in realiteit gaan zien. Hij heeft voor elke uitvinding die hij heeft gedaan, heeft hij een patent gekregen. Dat houdt in dat op het moment dat hij een uitvinding doet, het zij voor een schroefje of een moertje, maar dat specifiek is toegewijd aan Unitsky String Technologies, dat het ook gepatenteerd is en daarbij ook gecertificeerd. Dus dat betekent dat de concurrentie er niet mee vandoor kan gaan. Dus ieder, eigenlijk kort samengevat, alles wat hij ontwerpt bij wet beschermd. Dit zijn een aantal van zijn certificaten en patenten. Dat is natuurlijk een proces wat heel erg belangrijk is. Zo niet een van de belangrijkste pijlers binnen de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. Maar het is ook een heel bureaucratisch proces en dat zorgt ook soms voor vertraging. Maar op het moment dat eigenlijk de boel is beschermd, dan kan de concurrentie er ook niet meer mee vandoor. Er zijn ook nog een aantal andere patenten en certificaten. En dan rijst ook altijd de vraag bij heel veel mensen van wat maakt nou dat Unitsky String Technologies binnen Noord-Europa of binnen Europa nog niet zo grote bekendheid geniet. Nou, dat heeft alles mee te maken dat de huidige openbaar vervoersbedrijven altijd afhankelijk zijn van wat de overheid ze aanbiedt, waar ze zaken mee mogen doen. Dat is een gesloten systeem of een gesloten circuit, zo je wil. Maar als nieuwkomer heb je dus feitelijk gezien altijd het nakijken. Nou, zijn er wel mogelijkheden voor Unitsky String Technologies om gebouwd te worden binnen Europa. Maar dan moet je denken aan grote private investeerdersgroepen die bereid zijn om te zeggen, nou, we hebben alle vergunningen binnen, als voorbeeld binnen Nederland, gerealiseerd en geregeld. Dus we kunnen aan de gang en we betalen zelf de bouwkosten van Unitsky String Technologies, zodat we dat ook weer zelf kunnen terugverdienen. Dan is het mogelijk, maar op dit moment, zeker binnen Europa, is er nog niet veel mogelijk. En zullen we de toekomst moeten afwachten hoe dat gaat lopen. Anatoly Unitsky is naast Unitsky String Technologies ook nog bezig met andere pijlers of andere projecten. Vandaag focussen
excuus, ik kom er niet uit, maar wij focussen ons vandaag op Unitsky String Technologies. Wil je meer van zijn werk zien, dan verwijs ik jullie even naar www.unitsky.engineer. Dit is zijn persoonlijke site en dan kun je zien wat hij naast de uitvinding van Unitsky String Technologies nog meer doet. Unitsky String Technologies, of Anatoly Unitsky met zijn bedrijf Unitsky String Technologies, moet ik zeggen, is een aantal weken geleden onderscheiden met een heel belangrijk certificaat. Dit is een certificaat wat aangeeft dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is, waar bedrijven wereldwijd met een gerust hart zaken mee kunnen doen. Dus eigenlijk zie je hier alweer een heel belangrijk certificaat van het bedrijf, wat inmiddels langzamerhand de wereld aan het veroveren is met zijn fantastische technologie. En dit is dan hoe Unitsky String Technologies eruit ziet. En op jullie scherm zie je ook een stukje tekst. Dat kunnen jullie rustig doorlezen als ik de tijd volpraat. Even luchtig bekeken. Maar als we kijken naar de foto, dan zien we een spoorconstructie wat gebruik maakt van pilaren. En dat zich bevindt op het tweede niveau. En als we dan kijken naar de begane grond, dan zien we dat er genoeg ruimte is voor groen, flora en fauna. Wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen? Een efficiëntere manier van reizen van A naar B. Een goedkopere manier voor passagiers en goederen om die te vervoeren van A naar B. Het is ook vele malen goedkoper om te implementeren in vergelijking tot een huidige spoorconstruct of een wegdek wat gebouwd moet worden. En het zorgt ervoor dat flora en fauna nagenoeg tot zijn oorspronkelijke staat terug in bloei kan komen. En dat bijvoorbeeld dieren in een bepaald leefgebied rustig kunnen leven en geen hinder zullen ondervinden van auto's die voorbij moeten rijden van A naar B. In het verleden heeft men ook al geprobeerd om een transportsysteem op het tweede niveau te creëren. En in sommige steden is dat ook daadwerkelijk gelukt. Het is alleen niet te vergelijken met het huidige transportsysteem van Anatoly Unitsky. Als we kijken naar de onderste twee foto's op jullie sheet, dan zien jullie wegen. En dit zijn bestaande wegen ergens in steden op de wereld. En dit zijn ook bestaande situaties. Dus mensen zijn soms dagelijks anderhalf uur bezig om van het ene punt naar het andere punt te komen. En dan druk ik me nog zachtjes uit. En dit geldt voor een heen- en een terugreis. Zoals ik net al aangaf op mijn vorige sheet, of bij mijn vorige sheet, zijn er in een aantal steden ook al een transportsysteem wat gebruik maakt van een dergelijk systeem dat op het tweede niveau zich bevindt. Neem bijvoorbeeld Wuppertal in Duitsland. Daar hebben ze een monorailsysteem gecreëerd over de Wuppertal. Dat is een rivier in die stad. Sommige mensen zullen het mooi vinden. Sommige mensen zullen het potsonsierlijk vinden. Smaken verschillen. Maar het idee waar het mee begint is goed. Het transport of het openbaar vervoerssysteem in feite van de begane grond verplaatst naar een tweede niveau. Dat geldt ook in China. Daar zijn ze ook bezig met een dergelijk monorailsysteem te testen dat gebruik maakt van het tweede niveau. En waarom is het tweede niveau zo interessant om daar gebruik van te maken? Omdat het een niveau is waar over het algemeen wij mensen niet kunnen lopen, omdat het zich in de lucht bevindt. Deze twee transportsystemen zijn totaal niet te vergelijken met het huidige transportsysteem van Anatoly Unitsky, dus laten we daar ook geen misverstanden over hebben. Het zijn veelal monorail en kabelbaansystemen en dat zijn veelal getrokken systemen. Dus dat betekent dat vaak onderaan een heuvel en bovenaan een heuvel een groot wiel staat, wat ervoor zorgt dat de gondels van boven naar beneden verplaatst kunnen worden. Af en toe dan vindt er ook wel eens een ramp met een skilift plaats, wat we vorig jaar hebben kunnen zien. En dan is vaak de ramp veelal niet te overzien. Dus om geen misverstanden te creëren, dit is totaal niet te vergelijken met het innovatieve transportsysteem van Anatoly Unitsky. En dan hoop ik dat mijn... Systeem wil niet... Ja. Het transportsysteem van Anatoly Unitsky, of wat hij heeft ontworpen met zijn team van engineers, is een systeem wat zelf kan nadenken en zelfsturend is. Elke module beschikt over 3 extra motorwielen, zodat er bij een eventuele storing altijd een backup systeem is. Dus het is een systeem wat middels artificial intelligence in staat is om zelf te denken en om zelf keuzes te maken. Het klinkt gek, het klinkt heel futuristisch, maar dat is eigenlijk het grote verschil. Dus er zijn heel weinig menselijke handelingen nog nodig om dit transportsysteem op een efficiëntere manier te kunnen laten draaien.
Dit is een 2D-doorsnede van ons aardoppervlak. En we zien heuvels, dalen en een beetje water. Op het moment dat wij mensen iets willen bouwen, moeten wij de hele boel egaliseren. Dus bepaalde dieren die in een bepaald leefgebied leven, komen letterlijk in het gedrang. Dat gebeurt nu ook al dagelijks. Neem bijvoorbeeld de regenwouden die worden gekapt. Dat bijvoorbeeld oerang-oetangs die in een bepaald gebied leven, ook gewoon hun leefgebied kwijtraken. Dus het is niet iets wat nieuw is. Het gebeurt eigenlijk al heel lang. En af en toe haalt dat het nieuws. Maar wij mensen hebben nu eenmaal de drang om de grond meer te egaliseren dan effectief nodig zou hoeven zijn. Op het moment dat is geëgaliseerd, maken we er een fundering op. En een fundering is vaak ook al 2 keer groter dan noodzakelijk is in het gebruik. Als er een fundering eenmaal ligt, dan komt uiteindelijk in dit geval het spoorconstruct erop. En als we dan kijken, zien we een soort drietraps plaatje ontstaan. Waarbij de grond is geëgaliseerd, dus er is heel veel ruimte in beslag genomen. Vervolgens de fundering, nou, iets minder ruimte, maar nog steeds heel veel ruimte. En uiteindelijk ligt er een spoorconstruct op. Dus dan zien we hoeveel ruimte er nodig is om een heel klein stukje spoorconstruct te realiseren. En dit is een doorsnede, dus het is uiteindelijk gewoon de spanwijdte van links naar rechts, hoeveel ruimte dan dat in beslag neemt. Als we dan kijken naar het onderste plaatje, dan zien we 4 pilaren. En dan kijken we naar het aardoppervlak en dan zien we dat het aardoppervlak nagenoeg intact is gebleven. De intermediate supports, oftewel de pilaren van Unitsky String Technologies, kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd, gebouwd. Dus dan zie je uiteindelijk dat de ruimtebesparing die dit innovatieve transportsysteem met zich meebrengt, eigenlijk in een hele simpele verdeling 95% minder ruimte in beslag zal nemen dan ons huidige conventionele spoorsysteem of wegsysteem wat wij nu kennen. Dus we zien nog steeds dat de dalen en heuvellandschapjes die we op de sheet zien gewoon intact blijven. En daarover wordt een kabel gespannen. Als die kabel eenmaal op spanning staat, dan worden de uiteindes uit de grond losgehaald en die worden bevestigd aan zogeheten ankersupports. We kunnen natuurlijk op verschillende spanwijdtes een stringrail implementeren. Dus je kunt hier ook voor jezelf een visualisatie maken. Dat de pilaren op een spanwijdte van 200 meter gebouwd kunnen worden. Maar ook op een spanwijdte van 288 meter van elkaar gebouwd kunnen worden. Dus zo zie je dat er heel veel ruimte overblijft voor onze moeder natuur. Om weer tot een volle bloei terug te kunnen keren. Of in sommige situaties onvruchtbaar te worden. Daarnaast wordt er ook dagelijks, wekelijks op het anti-derailment system getest. En dat is een systeem wat zich bevindt onder de witte kappen van de modules. Dit is een zeer belangrijk systeem, want het bedrijf kan zich niet veroorloven dat een module zou ontsporen. Als dat zou gebeuren en het bedrijf is eenmaal op de beurs of op de markt, dan zal de koerswaarde van dit bedrijf een gigantische duik nemen. En dat is geen duik naar boven, maar dat is een duik naar beneden. Dus Anatoly Unitsky heeft ervoor gekozen om alles veelvuldig te testen, uit te vinden en eigenlijk alles uit te sluiten wat maar mis zou kunnen gaan. Dus er komt straks een product de markt op wat gewoon kant-en-klaar is, wat natuurlijk nog wel doorgeëvalueerd zal worden, maar de basis is kant-en-klaar en zal niet meer hoeven getest hoeven worden. Dan hebben we ook nog een doorsnede van een bepaald type stringrail. En als we dan kijken zien we de railbedding, dat is eigenlijk bovenkant waar de wielen contact mee maken. Dan hebben we 6 kabels, dus een getwiste snaar zou je eigenlijk kunnen zeggen. En dan hebben we opvulmateriaal, wat bestaat uit een soort lichtgewicht speciaal beton, om het heel simpel te houden. En beton lijkt heel zwaar, maar het is eigenlijk een hele goede uitvinding, maar dat zorgt ervoor dat de stringrail ook stevig is. En dan hebben we de behuizing, dus dat houdt eigenlijk de stringrail bij elkaar. En wat wel belangrijk is om te vertellen, op het bovenstukje van de stringrail, daar geeft Anatoly Unitsky met Unitsky String Technologies een garantie van 100 jaar op af. Dus dat betekent, mocht er zich toch een issue voordoen met de bovenkant, dan valt dat binnen de garantie. Dus Anatoly Unitsky is heel zeker van zijn product. De modules kunnen ook op verschillende afstanden van elkaar rijden. In de toekomst moeten we er niet gek van opstaan te kijken dat ze op een interval, dus dat zij op een minimaal 20 seconden van elkaar kunnen rijden. En binnen die 20 seconden zijn ze ook in staat om met elkaar te communiceren. Het zal in de toekomst echt wel nog gereduceerd worden tot minder secondes. Maar het is heel knap dat ze op een
20 seconden afstand van elkaar kunnen rijden, kunnen communiceren. Dus als er een probleem wordt gedetecteerd, kunnen ze dat onderling oplossen, zodat passagiers altijd veilig op het eerste beste station kunnen uitstappen. En zo ziet een potentieel station van Unitsky String Technologies eruit. Een mooie van dit is wel dat de modules onderweg hun energie opwekken en dat ze die kunnen afgeven aan stations. Dus wat we nu in een 3D-tekening zien op jullie sheet, dat kan straks ook in realiteit worden gebracht. Dus modules kunnen zowel onderlangs als bovenlangs rijden en kunnen de opgewekte energie afstaan voor stedelijk gebruik. Daarbij kun je een verdeling maken van 80 tot 20%. 80 kunnen afstaan, 20% is ten alle tijde nodig voor zichzelf. Dan is er ook nog wat korte informatie over de drone. De drone wordt op dit moment nog steeds getest. Is gepresenteerd aan het grote publiek in 2019 op het Ecofest in Wit-Rusland. En zal getest moeten worden. En op het moment dat hij getest is en gecertificeerd is, dan zal hij 1500 kilo kunnen tillen. En daar wordt hij ook direct ingezet om de eerste commerciële trajecten van Unitsky String Technologies te bevoorraden en de bouw te kunnen voortzetten op moeilijk begaanbare gebieden. En dit zijn de verschillende types stringrails die we hebben. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules hangen. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules zowel boven als onderlangs kunnen rijden. Dus hangen en rijden. En we hebben een flexibel stringrail en dat is een gebogen spoorconstructie. Het mooie van deze spoorconstructie is dat de modules in feite extra energie kunnen opwekken. Op het moment dat ze naar het diepste punt gaan, zullen ze energie opwekken. Op het moment dat ze weer naar het hoogste punt toe gaan, zullen ze wat energie verbruiken. Maar dat is een cyclus die onophoudbaar is. En dat is eigenlijk is het een van de meest vernuftigde uitvindingen van Anatoly Unitsky qua stringrails. Door staal op staal wrijving ontstaat er energie en die energie kan worden opgevangen. Dat is een van de vele manieren waarbij Anatoly Unitsky de energie opvangt die vrijkomt. Dus de modules die van A naar B rijden en onderweg rijden, daardoor ontstaat er dus een wrijving. En de energie die dus vrijkomt kan worden opgeslagen in eigen accu's. En wat ik in een aantal sheets hiervoor aangaf, kunnen dus ook alweer worden afgegeven voor stedelijk gebruik. Dus het is een van de vele manieren waarop Anatoly Unitsky zijn energie opvangt en kan afgeven. Daarnaast is aerodynamica, aerodynamics, een heel belangrijk aspect. Daar wordt ook alles op getest, er wordt ook heel veel op ontworpen, want je kunt natuurlijk niet een blokkendoos op de stringrail zetten en vervolgens ervan uitgaan dat die energie zelfvoorzienend en heel zuinig is. Nee, dat werkt niet. Alle modules worden met de hoogste zorgvuldigheid ontworpen. En eigenlijk is het heel leuk om te vertellen dat het ontwerp wat we hier nu zien in de vorm van een U-flash, maar dat ontwerp gaat een hele hoop jaren terug. Dus Anatoly Unitsky was wat dat betreft als visionair en ingenieur zijn tijd ver vooruit. Maar dit is een heel belangrijk aspect, wordt opgetest, zodat de modules ook wat dat betreft heel zuinig zijn in het verbruik en in het gebruik. En dit is de U-flash, zoals hij nu in vol ornaat op de baan op het testpark in Wit-Rusland rijdt. De bedoeling is dat hij wordt getest op een testbaan van 25 kilometer plus minus. En waarom is dat nodig? Hij heeft 10 kilometer nodig om te accelereren van 0 tot 10 500 kilometer per uur. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er zijn op dit moment voorbereidingen gaande in Wit-Rusland en in de Emiraten. Het is even kijken waar de module het eerst wordt waarbij getest kan worden. Maar ook vooral waarbij de testbaan ook het eerst gebouwd kan worden. Ondanks de huidige situatie wil ik hier wel bij vermelden dat voor Unitsky String Technologies de ontwikkeling nog steeds door kan gaan volgens planning. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies. Rollende voorraad klinkt zo vreemd, dus ik hou aan rolling stock. Alle modules behoudens de U-flash hebben een topsnelheid van 150 km per uur. De UniWind is een lichtgewicht module en biedt plaats voor 2 personen. En dan krijgen we de Unibike, dat is het eerste getest en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies, einde 2016. Biedt plaats aan 2 personen. Of 3 personen en kan zowel automatisch als manual bediend worden. En manual is heel letterlijk, dan kunnen mensen zelf trappen en dan wordt de energie automatisch ook weer opgewekt. Leuk voor degene die willen, maar het is dus mogelijk. Dan hebben we de Unicar U4 430 T1 en T3.
compleet identiek aan elkaar, behalve dat de T3 plaats biedt aan 18 personen en dat de T1 plaats biedt aan 6 personen. Dan hebben we de Unibus U4210. We zien hem hier in drie soorten varianten. De enkele versie biedt plaats aan 12 tot 14 personen en zo wordt het alleen maar meer. Dus hoe groter de modules of hoe meer wagonnetjes er aangekoppeld worden, hoe meer passagiers er verplaatst kunnen worden. Hetzelfde geldt dat voor de Unibus U4220D2. In de enkele variant is er plaats voor 25 personen. In de dubbele variant biedt die plaats aan 48 personen. En in de driedubbele variant zal die plaats bieden aan 64 personen plus minus. En de Uni, of de U-Flex moet ik zeggen, in deze configuratie biedt die plaats aan 6 personen. En in de toekomst zal er een module worden ontworpen die plaats zal bieden aan meer personen. En dit is de Uni Light. En de Uni Light is een lichtgewicht module en deze zal straks worden ingezet op een project langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Daar is vandaag toevallig ook alweer een bericht over naar buiten gekomen. Voor degenen die dat willen lezen, verwijs ik je even naar www.uskytransport.com. Ik herhaal, www.uskytransport.com. Daar kun je rustig alles op vinden. Maar deze module is eigenlijk ontworpen om toeristen op een hele efficiënte manier, die bijvoorbeeld willen vissen, te kunnen verplaatsen. Zodat ze hun visspullen gewoon goed kunnen meenemen en dus op een goede manier bij hun recreatiebestemming uitkomen. Ook het vrachtvervoer is in ontwikkeling. Op dit moment is het zo dat de Unicont wordt geassembleerd en eigenlijk is het grote wachten op het moment dat die zijn eerste meters gaan maken op de baan, zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we de Unitruck en de Unitruck is eigenlijk een module die je zou kunnen inzetten voor het verplaatsen van bulkmaterialen, bijvoorbeeld graan, puin. Nou, er zijn sommige landen die hem willen inzetten als voor het verplaatsen van vuilnis. En op het Ecotechnopark in Wit-Rusland maakt hij gebruik van dezelfde baan als de Unitrans. En de Unitrans is een grote lopende band die ook weer gebruikt kan worden om bijvoorbeeld ijzererts of steenkolen van A naar B te kunnen verplaatsen. Het is wel leuk om te vertellen dat er voor de Unitrans heel veel interesse is getoond, bijvoorbeeld uit landen als Kirgizië of Kirgizistan. En dit is een sheet waar eigenlijk alles mee is begonnen. Op het moment dat wij mensen iets ontwerpen, doen we dat altijd aan de hand van berekeningen en tekeningen. En dan is het natuurlijk altijd het juiste moment voor de criticasters onder ons om te zeggen van nou, dat gaat niet werken, dat werkt voor geen meter. Zo werkt het nu eenmaal. Maar inmiddels zijn deze berekeningen werkelijkheid geworden. Dus wat ooit is begonnen als een berekening en een tekening, is inmiddels realiteit geworden. En Unitsky String Technologies is op dit moment het meest energiezuinige transportsysteem wat men zou kunnen implementeren in hun eigen infrastructuur. Er zijn twee prioriteitsstellingen. In 2014 is het bedrijf begonnen met het assembleren, creëren en certificeren van de modellen. Dat is inmiddels ook gebeurd, maar door de huidige pandemie die we langzamerhand achter ons aan het laten zijn, is de vraag heel erg snel terechtgekomen bij het goederenvervoer. Nou is het goederenvervoer iets wat al jaar en dag meer passeringen in beslag neemt dan het passagiersvervoer. Dus het is niet gek, alleen heeft de huidige de pandemie de vraag van het passagiersvervoer meer naar het goederenvervoer gebracht. En Unitsky String Technologies heeft die vraag beantwoord, want er zijn achter het scherm al ver voor de gesprekken tussen landen die interesse hebben om containers, bijvoorbeeld 40 voet en 20 voet containers, zeecontainers, op een efficiëntere manier over land van A naar B te verplaatsen. Dus Unitsky is daar op ingesprongen, heeft een aantal ontwerpen gedaan. Vandaar dat ik ook al aangaf, de Unicont is op dit moment in ontwikkeling en binnen nu en niet al te lange tijd zal die ook worden getest. Dus je ziet dat Anatoly Unitsky met zijn team van engineers ontzettend hard bezig is om dat te realiseren. Dit alles gebeurt in het hoofdkantoor van Unitsky String Technologies in Minsk. Hier zijn plusminus 1000 engineers dag en nacht bezig om alles te ontwerpen. Dus zij zijn heel hard aan het werken om het idee van Anatoly Unitsky uit te voeren. He, dus dankzij de giften die wij het bedrijf hebben gegeven, zijn hun in staat om het te ontwerpen en om het te realiseren. Dus voor ons is het een hele mooie kans, maar voor die mensen in die landen is het hun werk. Dus het mes snijdt aan twee kanten. En dat is eigenlijk alleen maar heel mooi.
Dit alles moet natuurlijk ook in elkaar worden gezet. En dat gebeurt in een van de drie fabrieken. Op de foto hier, jullie ziet, zien we de twee fabrieken. Deze is inmiddels uitgebreid met een tweede hal erbij. Omdat de vraag achter de schermen gigantisch is toegenomen. Dus ook al zien wij niet heel veel, achter de schermen gebeurt er veel meer dan dat wij ons kunnen beseffen. Als het eenmaal is geassembleerd, moet het natuurlijk ook getest worden. Je kunt natuurlijk niet een product de markt opbrengen wat niet is getest, want dan ben je, eigenlijk kanonnenvoer of voer voor de haaien. En dan komen de criticasses maar al te graag om je weer te vertellen dat het niet werkt en dat ze altijd hebben gezegd van ik heb het je ooit gezegd, we kennen het allemaal. Maar goed, Anatoly Junitsky is zijn tijd ook hier weer in ver vooruit. Hij heeft een stukje land ter beschikking gekregen en dat is een voormalig militair tankterrein. Dat heeft hij omgetoverd tot een volledig ecologisch bloeiend ecotechnopark. Zowel op het gebied van transport als wel op het gebied van wonen en recreëren wordt er inmiddels al getest. Ook op akkerbouw wordt er volledig ecologisch verbouwd. Dus het is een compleet testpark wat ecologisch en zelfvoorzienend is. Er wordt in elke weersomstandigheid getest. Op het Ecotechnopark hebben ze onlangs een moezonregentest gehouden, omdat we bijvoorbeeld in Azië te maken hebben met onophoudelijke regenbuien, waarbij het dagelijks onophoudelijk dus kan regenen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module op, aan de schingrail laten rijden of laten hangen. En deze module hebben ze letterlijk en figuurlijk een aantal dagen onder de douche gezet. Wat hebben ze getest? Ze hebben getest of het passagierscompartiment en het compartiment voor de technologie waterdicht is. Nou, dat is inmiddels ook zo bevonden. En dit model is dus ook gecertificeerd om bijvoorbeeld te rijden in extreme regenbuien. Maar ook in wintersomstandigheden moeten de modules van Junitsky String Technologies hun werk kunnen doen. Wij hebben in Nederland een hele zachte winter gehad, maar dat hebben ze niet gehad in Wit-Rusland. Daar hebben ze best wel wat sneeuw gehad, maar ook extreme weerstemperaturen die wij hier niet kennen. Maar ze hebben dus ook tijdens die periode bijvoorbeeld de stringrail verbeterd. Dus zo zie je dat er niet alleen wordt getest op bestaande modules, maar er wordt ook verbeterd en getest op bestaande stringrail spanningen en aanpassingen. Dus er wordt eigenlijk 365 dagen per jaar eigenlijk uitgevonden en die uitvindingen worden ook tegelijkertijd getest. En er zijn natuurlijk verschillende manieren van energie opwekken en ik heb er een aantal eerder in mijn presentatie genoemd. De energie die vrijkomt middels de passeringen die gedaan worden aan de stringrail moet natuurlijk op een efficiëntere manier worden opgevangen en afgevangen. Ze hebben in deze situatie een A- en B-kant gecreëerd, zodat ze de energie van elkaar kunnen laten leiden. Dat is eigenlijk een van de vele manieren waarbij Junitsky String Technologies energie afvangt en waarbij ze ook de stringrail bijvoorbeeld heel multifunctioneel kunnen inzetten. Je kunt straks ook stringrails zien waarbij de zonnepanelen zijn geïntegreerd in de stringrail. Dus in de loze ruimte bijvoorbeeld binnen de stringrail wordt die dus in deze situatie ook weer opgevangen door zonnepanelen. Dat is eigenlijk een van de vele manieren. Daarnaast is op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland er ook een nieuwe stringrail in aanbouw. Dat is lijn 7, als ik het goed zeg. Lijn 6 is ook in aanbouw. Die moet gelijktijdig gaan lopen met de bouw in de Emiraten, en dat doet hij ook. Maar ze bouwen dus verschillende typen stringrails, zowel in de Emiraten als op het Ecotechnopark in Wit-Rusland, zodat ze ook op verschillende manieren kunnen testen. En dit is de stringrail met de twee modules. We hebben aan de bovenkant de U-Flash en aan de onderkant hebben we de Unibus U4220D2. Zoals ik net al aangaf, dit type stringrail leent zich perfect om er bijvoorbeeld zonnepanelen in te integreren. Als jullie nou kijken naar de stringrail en je ziet het stukje loze ruimte tussen de twee modules, daar zou Junitsky String Technologies zonnepanelen kunnen integreren. Dus op die manier wordt de stringrail multifunctioneel. De Unibus U4220T2 is medio 2017 tentoongesteld aan het grote publiek. Hij is toen op de baan gehangen met naar buiten toe openslaande deuren. Inmiddels heeft Junitsky String Technologies een uitvinding gedaan
waarbij de deuren niet meer naar buiten toe openslaan, maar waarbij ze naar buiten toe openschuiven. Nu zul je misschien denken, ja, maar dat heeft de NS ook, dus zo bijzonder is dat niet. Zo bijzonder is dat wel, want het is een totaal niet te vergelijken systeem als bij de NS. De deuren van de NS nemen meer ruimte in beslag dan noodzakelijk zou hoeven zijn. De deuren van Unitsky String Technologies zullen eigenlijk over de buitenkant van de module heen schuiven. Dus heel weinig ruimte in beslag nemen. En wat dus ook weer als groot voordeel heeft, dat de warmte bijvoorbeeld in de Emiraten buiten kan blijven en waarbij de koelte binnen kan blijven. Het geluid van Unitsky String Technologies is natuurlijk naast dit alles ook erg belangrijk. Unitsky String Technologies kent natuurlijk dat ze ook milieuvriendelijk zijn en dat ze in harmonie zijn met in hun leefomgeving. Dus dat betekent dat dieren in een bepaald leefomgeving ook geen hinder zouden mogen ondervinden van de modules van Unitsky String Technologies als die voorbij komen rijden. Nou, dat doen ze ook niet. De modules produceren ongeveer een geluidcapaciteit van 80 decibel. Nou, dat is niet te vergelijken met een huidige trein van de Nederlandse spoorwegen als die voorbij komt razen. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies ook tal van samenwerkingen. Een van de meer bekendere samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben staal geleverd zowel in Wit-Rusland als in de Verenigde Arabische Emiraten. Dan hebben we ook nog een paar andere staalbedrijven zoals Voestalpin en nog een ander bedrijf. Zij hebben ook staal geleverd aan Unitsky String Technologies. Dus we zien dat er al verschillende toeleveranciers zijn die met Unitsky String Technologies willen samenwerken. Ook het Chinese bedrijf Lenovo heeft samenwerking met Unitsky String Technologies. En zij voorzien Unitsky met de bedrijven van een efficiëntere datavergaring. Dan gaan we langzamerhand van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten. En dit is het testpark wat deel uitmaakt van het Sharjah Research and Technology Center, zoals de naam al doet vermoeden, in Sharjah. Op dit moment is het park deels al in gebruik, maar grotendeels nog in aanbouw. Wat af is het houten eekhuis, en dat is het enige houten huis van wat je zult vinden binnen de hele Verenigde Arabische Emiraten. En, de eerste lijn van 400 meter is ook operationeel. En dit is een 3D-tekening van bovenaf, wat ik net al aangaf. Het houten eekhuis is operationeel. De 400 meter lange testbaan is ook operationeel. Daarnaast zijn lijn 2 en 4 in aanbouw en zullen binnen nu en niet altijd lange tijd ook operationeel raken. Het wordt een volledig testcentrum, waarbij er straks ook engineers worden opgeleid. En dit zijn een aantal foto's die in de realiteit nu zijn. Ze zijn iets gedateerd, maar nog wel goed genoeg om met jullie te delen. Op de foto linksboven van jullie sheet zien we het houten eekhuis op de achtergrond. En op de voorgrond zien we een pilaar. En dat is een van de intermediate supports van de 2,5 kilometer lange lijn. Daarnaast zien we nog een paar andere foto's. En op de kleinere foto aan de rechterkant van jullie sheet zien we de twee lijnen van 2,5 kilometer lang. Deze lijnen lopen van het houten eekhuis tot aan het hoofdkantoor van de Sharjah Research and Technology Center. En dit hoofdkantoor vindt zich nabij de luchthaven van Sharjah. Dit zijn ook een aantal gebouwen. Inmiddels is het station, dat is de foto linksonder van jullie sheet, is inmiddels allebei de stations van de eerste 2,5 kilometer lange lijn, die zijn klaar van de buitenkant. Het houten eekhuis is klaar. En dan hebben we ook nog een security office. Het is een zeer beveiligd terrein, daar kom je niet heel gemakkelijk op. Dus het laat wel zien dat wat daar plaatsvindt, dat in het diepste geheim plaats zal vinden. Vanaf de buitenkant zie je natuurlijk een hele hoop, maar je zult natuurlijk nooit de daadwerkelijke technologie inhoudelijk zullen zien. En dit is een foto van de 400 meter lange lijn. Deze foto is genomen einde 2019 onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. Heeft de Unica U44-3101, en dat is een versie voor tropisch klimaat, zijn eerste meters gemaakt. Je kunt de modules heel simpel uit elkaar houden. Dat wil zeggen dat de modules die we nu kennen in Europa, die hebben een zwarte kappen of antracietkleurige kappen. En de modules voor het warme klimaat zullen dus meer witte kappen hebben. En in 2018 was het natuurlijk ook een 3D-tekening. En wederom, de kritische mensen gaven aan, dat gaat niet werken. En we kijken inmiddels 2022. Geen 3D-tekening meer, maar een bestaande foto. Dus realiteit. Ik heb de eer gehad om
in november vorig jaar, 2021, met mijn collega's, onder andere Nettie Sommers, een bezoek te brengen aan het testpark in Sharjah. We hebben met eigen ogen kunnen zien wat daar gebeurt. We hebben kunnen ervaren hoe het is om met Junitsky String Technologies te rijden. We hebben vragen kunnen stellen en we hebben dus kunnen zien dat er wat staat en dat het werkt. Het is nog lang niet af, het is een begin, maar er staat iets en het werkt. Er wordt zowel al in de Emiraten getest op passagiersvervoer als op goederenvervoer. Dus de VIP-versie speciaal op verzoek van de Sheikh van Sharjah is ontworpen, is klaar. Wordt ook mee getest. Overheidsdelegaties worden daar ook mee gereden. Maar ook wordt er getest op goederen. Deze container is een hele kleine container, maar sommige mensen zullen het zien als een werkelijke grap. Het is absoluut geen grap. Deze container wordt eigenlijk nu al 5 keer zwaarder beladen dan noodzakelijk zal zijn. Junitsky kan het niet permitteren of zichzelf veroorloven dat de stringrails zou knappen of dat de technologie niet doet wat hij zegt dat het zou moeten doen. Er is bij Junitsky String Technologies altijd een plan C, D en E. En dit is een van die extra plannen. Mocht er een calamiteit ontstaan waarbij de module niet meer van zijn plaats afkomt, dan zijn passagiers alsnog in staat om via een lier de module op veilige manier te verlaten. En dit is Anatoly Junitsky met een van de vele verkregen certificaten. Dit is geen certificaat wat hij krijgt bij dergelijke instanties. Dat moet hij verdienen. Klinkt heel gek, hij kan er niet met een grote zak geld binnenkomen en vervolgens zeggen van nou, ik wil een certificaat. Wat bijvoorbeeld als voorbeeld met cryptocurrency, dat kan wel. Op het moment dat jij een listing wil hebben op een bepaalde site, dan kun je voldoen aan betalingskosten. Dus dan moet je een factuur betalen en dan heb jij een notificatie op bijvoorbeeld Lbank of Coinsbit of Coinbase. Daar moet je heel veel geld voor betalen. Nou, zo werkt dat niet met certificaten. Die moet je verkrijgen. Die kun je enkel verkrijgen door eerlijk werk te leveren. Dat heeft Anatoly Junitsky gedaan. En dit is een certificaat wat aangeeft dat het binnen de Emiraten veilig is om met Junitsky String Technologies te reizen. Daarnaast is ook het managementgedeelte van Junitsky String Technologies doorgelicht. De dependance in Wit-Rusland heeft al eerder zo'n certificaat gehad. Dat is een ISO-certificaat. Destijds was het een ISO 2017-9001. Datzelfde heeft ook de vestiging in de Emiraten gekregen. Wederom niet het certificaat wat je krijgt door middel van een grote zak geld op tafel te leggen. Absoluut niet. Dit certificaat is verkregen. ISO is een wereldwijde erkende stichting die dit certificaat geeft als ook daadwerkelijk alles in orde is. Nou goed, zoals jullie weten is SkyWorld Community officieel partner van Junitsky String Technologies. Dat kun je ook terugvinden op de officiële site van Junitsky.com. Dus dat betekent dat ook het fonds is doorgelicht. Dus alles binnen Junitsky String Technologies is doorgelicht. Dus dat betekent dat we te maken hebben met niet alleen een bona fide bedrijf, maar ook met een heel goed georganiseerd bedrijf. En dit is de 2,5 kilometer lijn die nu in aanbouw is. We zien op deze twee foto's de intermediate supports die klaar worden gemaakt voor bevestiging van de stringrail. En we zien de anchor support en dit station is inmiddels ook klaargemaakt voor de anchors. Dat zijn de stringrails waarbij de modules kunnen hangen en kunnen rijden. Dit alles is gedaan onder toeziend ook van Anatoly Junitsky zelf. Die heeft alles uitvoerig zelf persoonlijk geïnspecteerd of het ook daadwerkelijk voldoet aan wat hij heeft berekend. Inmiddels is dat aan de orde en deze anchor supports zijn ik denk inmiddels ook al bevestigd. Junitsky String Technologies heeft eigenlijk zijn idee aan het grote publiek tentoon willen stellen middels een grote maquette of een groot schaalmodel. Dit schaalmodel is speciaal voor de expo in de Emiraten ontworpen. Inmiddels is de expo beëindigd, maar in het Houten Ecohuis staat wel deze maquette, dit schaalmodel. Overheidsdelegaties en iedereen die eigenlijk iets wilde weten van Junitsky String Technologies heeft de mogelijkheid gehad gedurende de expo om met een excursie van Dubai naar Sharjah te komen reizen en met eigen ogen te kunnen zien wat er gebeurt in Sharjah. Junitsky String Technologies is eigenlijk ook het enige bedrijf die passagiers of mensen een totaal experience heeft kunnen geven, waarbij mensen dus ook hebben kunnen reizen met een module die zijn tijd eigenlijk al 5 tot 10 jaar vooruit is.
En dan de toekomst Dubai. Dat is een heel mooi iets wat we zullen gaan meemaken. Anatoly Yunitskiy is met zijn bedrijf Yunitskiy String Technologies een van de bedrijven die ingetekend heeft op een vraag van de RTA. En die vraag van de RTA was heel simpel. Wij willen medio 2030 25% van onze uitstoot reduceren en ook groener worden. De olie die de Emiraten nu heeft, houdt een keer op. Maar de Emiraten zullen straks ook zelfvoorzienend worden. Het klinkt heel gek wat ik ga zeggen. Maar die hebben een heel plan gelanceerd om dat ook te kunnen worden. En Yunitskiy is een van de bedrijven die perfect passen binnen het plan. Want die zijn eigenlijk ook al hun tijd ver vooruit. De andere bedrijven zijn Beamcar in Engeland. Is een concept, heeft niks. En dat is Skytrain uit Amerika. Is ook een concept, maar hebben ook niks. En er is nog een Chinees bedrijf. Hetzelfde in Identito. Het zijn concepten, maar ze hebben niks. Yunitskiy String Technologies is een tijd, wat ik net al een paar keer aangeef, ver vooruit, gemiddeld 5 tot 10 jaar. Is ook het bedrijf met de meeste potentie. Ze hebben een werkend testpark in de Emiraten. Dat is dus al een gigantisch pluspunt. En zij zijn klaar om de markt te betreden. Maar je moet als overheid zijn gewoon een open vraag open aanbieden. Zodat je in ieder geval alle schijn tegen kunt gaan van vriendjespolitiek. Of onder de tafel steekpenningen aannemen. Noem het maar op. Dus dat willen ze niet. De Emiraten voeren wat dat betreft een hele schone politiek. Ook heel bijzonder om dat te zien. En zij geven aan, nou goed, Yunitskiy String Technologies is zeer welkom. Anatoly Yunitskiy heeft zelf aangegeven in een van zijn laatste interviews dat zij het meest concrete bedrijf zijn en dat zij hopen dat zij uiteindelijk dat zij het bid gaan winnen. De RTA gaat er in dit kwartaal, voor zover de laatste informatie toereikend is geweest, maar zij zullen binnen dit kwartaal ook daadwerkelijk een besluit nemen. Dan wil ik er ook nog even bij zeggen dat onlangs Hyperloop, wat veel mensen ook vergelijken met Yunitskiy String Technologies, heeft aangegeven dat zij het passagiersvervoer, dat zij daar de ontwikkeling van stopzetten. Dat heeft alles mee te maken dat het niet rendabel is en dat wij mensen op dit moment nog niet tegen een snelheid kunnen van 1000 km per uur en dit in een vacuum tube koker. Dat gaat niet, dat kan ons lichaam niet aan. Hyperloop zet zijn ontwikkelingen wel voort op voor containervervoer of het vervoer van cargo. Nou goed, dat doet Yunitskiy String Technologies ook met zijn tegenhanger, de Hyperloop. Dus we zullen daar ook binnen nu en niet al te lange tijd meer informatie van naar buiten brengen en komen en krijgen. Waar staat Yunitskiy String Technologies nu? Goed, ik heb het gedurende mijn presentatie al aangegeven. Alle modules worden op dit moment gecreëerd en gecertificeerd. De eerste commerciële trajecten zijn in volle gang en worden op dit moment voorbereid, zodat ze ook straks geïmplementeerd kunnen worden. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het innovatieve transportsysteem van Anatoly Yunitskiy energie zelfvoorzienend, milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Het is goedkoper zowel om te implementeren als om ermee te reizen. Het zorgt voor een beter leefklimaat, zowel voor mens als natuur. Het is een hele riedel. Ik kan me goed voorstellen dat het even snel is hoe ik het benoem. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je bij deze naar www.skyway.capital. En dan gaan we naar de updates. CNN is een van de eerste bedrijven op internationaal niveau die vorig jaar een report heeft gemaakt of een bericht heeft geplaatst over de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies in de Emiraten. Toen dat is gebeurd, is er eigenlijk een stortvloed van aanvragen van internationale media gekomen, die eigenlijk met eigen ogen wilden kijken wat daar in Sharjah gaande is. Wat gebeurt daar? Wat is nou zo bijzonder dat onze wereld straks zal gaan veranderen? We kunnen het ons nu nog niet voorstellen, maar het zal gebeuren. Dus we zien eigenlijk wekelijks nog steeds artikelen naar buiten komen of vrij worden gegeven die aangeven wat er in Sharjah gebeurt en hoe uniek dat is wat er in Sharjah nu wordt ontworpen en wordt getest. En een van die artikelen is natuurlijk ook gewoon heel reëel. Wat heeft aangegeven dat zeg van in de beginperiode waren overheidsdelegaties vrij sceptisch en negatief. Zo niet dat ze ook hebben aangegeven, dit is een werkelijke scam. En dat hebben ze ook aangegeven. En dat gebeurt veelal door middel van wat we hier in Nederland ook hebben, zoals de AFM. En in België is dat de FSMA, geloof ik. En in Amerika is dat bijvoorbeeld de SEC. Middels die zogeheten waakhonden, het zijn gewoon wat dat betreft spreekbuizen van de overheid,
geven ze gewoon aan van ja, dit is een scam, daar zou je natuurlijk nooit in moeten investeren. Nou goed, we kennen het allemaal. Maar diezelfde overheden komen nu terug van eerder gedane uitspraken en die geven aan Unitsky String Technologies is een van de meest zuinigste innovatieve transportsystemen wat wij nu kunnen implementeren in onze eigen huidige infrastructuur. Dus kort samengevat, overheidsdelegaties die heel negatief of overheden die heel negatief waren, komen terug van eerder gedane uitspraken. Nou, dit is koning Letsi III van het land Lesotho. Lesotho is een land in Afrika en nu zul je denken van ja, Afrika, die mensen hebben geen cent te makken, geen nagel om aan hun reet te krabben, plat gezamengevat. Alles wat wij naar Afrika sturen komt nooit terug. Ten dele zou het zo kunnen zijn. Iedereen kijkt daar natuurlijk op een verschillende manier naar. Afrika is letterlijk en figuurlijk een economie in opkomst. Zij lopen misschien nu nog achter. Zij ruimen nu het vuile werk op voor de wereld. Zij graven met blote handen nu de lithium en kobalt die vergaard wordt voor bijvoorbeeld Tesla's die in de accu worden vergaard. Dat klopt. Werk waar wij niet naar omkijken. Maar met dat alles creëren zij natuurlijk op lange termijn wel een eigen economie. Koning Letsi III is dus een koning van het land Lesotho. En Lesotho is een land in Afrika wat zijn grenzen deelt met Zuid-Afrika. En Lesotho wil eigenlijk een traject hebben van het land Lesotho naar Durban. En dat is een havenplaats in Zuid-Afrika. Zodat Lesotho ook op een efficiëntere manier gebruik kan maken van havens. En dus ook op een goedkopere manier goederen kan transporteren. En daarbij geen gebruik meer hoeft te maken van slecht begaanbare wegen. Het geval wilde dat koning Letsi III zijn bezoek heeft gebracht op dezelfde dag als dat ik mijn bezoek bracht aan het testpark in Shaya. Dus wij moesten even plaatsmaken. Wij wisten op dat moment ook niet wie het was, maar het heeft ons wel de mogelijkheid gegeven om heel veel vragen te stellen en om alles heel rustig te kunnen bekijken met onze eigen ogen. Daarnaast heeft de ambassadeur van Rwanda, dat is Emmanuel Hategega, als ik het goed uitspreek, een tweede bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. In het begin heeft hij dat gedaan in oktober vorig jaar. Daar hebben we ook over bericht. En hij heeft dat onlangs ook gedaan met een partner die mee heeft gebracht. Claire, excuus als ik het achternaam niet uitspreek, dus ik ga het ook even niet doen. Maar mevrouw Claire heeft samen met Emmanuel Hategega, de ambassadeur van Rwanda in de Emiraten, een bezoek gebracht aan het testpark in de Emiraten. Deze mevrouw is een heel belangrijk persoon, want zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Rwanda op toekomstelijk gebied. Rwanda is natuurlijk een land wat best wel wat mijnbouw heeft en ook wel best wel wat diamanten heeft en ook nog andere aardse ruwe materialen die het land bezit. Maar het land heeft natuurlijk een hele slechte infrastructuur. Dus nu komen we bij het hele mooie moment waarom Unitsky String Technologies eigenlijk op alle aspecten het beste is wat je zou kunnen implementeren als overheid. Want Rwanda wil zichzelf op de kaart zetten. Dat hebben ze onlangs ook gedaan met de Nationale Luchtvaartmaatschappij van het land zelf. Ze hebben geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen, dat even als zijspoor. Maar Unitsky String Technologies is bij uitkomst perfect om geïmplementeerd te worden in het land Rwanda. En waarom is dat? Dit zorgt voor werkgelegenheid voor de Rwandese bevolking. Dus die kunnen geld verdienen. Met dat geld kunnen zij hun gezinnen onderhouden. En bij degene die dit project heeft ondersteund, kan natuurlijk op een ander aspect weer de vruchten ervan plukken. Dus zo zie je dat links en rechts om je op een efficiëntere manier met Unitsky String Technologies ze kunt zorgen voor vloeiende economie. En je kunt er uiteindelijk ook de vruchten van plukken. Nou, daarnaast komen er natuurlijk ook bedrijven in andere landen. Ook in de regio zelf van de Emiraten, zoals bijvoorbeeld Jordanië, delegaties uit Dubai zelf, Jemen. Ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar ook delegaties uit Zuid-Amerika, bijvoorbeeld El Salvador. Die komen kijken wat er gaande is en die geven allemaal aan. Wij zijn heel erg welwillend om een vruchtbare samenwerking te realiseren tussen de overheidsdelegaties, tussen bedrijfsdelegaties. Dus zo zie je dat achter de schermen Unitsky allang de eerste contracten heeft ondertekend voor commerciële trajecten. Op het moment dat jij op een dergelijke post of een dergelijke nieuwsfeed ziet staan, dat ze hopen op een vruchtbare samenwerking in de nabije toekomst, dan kun je er al van uitgaan dat de eerste
Memorandum of Understandings zijn ondertekend. Dus dat zijn gewoon intentieverklaringen. Nou, zoals ik al aangaf, wereldwijd komen er natuurlijk delegaties. En er komen ook delegaties van landen die, waarvan je niet zou zeggen. De Dominicaanse Republiek is een van de landen op dit moment die zich hard maakt voor, de crowdfunding of de crowdinvesting die wereldwijd open staat voor bijna alle landen. Nou, de Dominicaanse Republiek is natuurlijk niet een rijk land, maar is wel heel rijk aan toerisme. Ook op de Dominicaanse Republiek zou Unitsky String Technologies zeer welkom zijn. Ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb zelf het land een aantal keer bezocht. Maar op het moment dat je in Punta Cana landt, dat is een van de luchthavens van de Dominicaanse Republiek. Deze bevindt zich aan de noordoostelijke zijde van het land. En je zou willen reizen naar de zuidkust, dus naar de Santo Domingo, de hoofdstad. Dan ben je gemiddeld 2,5 tot 3 uur onderweg met een auto. Dus dit kun je reduceren met het gebruik van Unitsky String Technologies. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat in de meest arme landen zoals de Dominicaanse Republiek en Haiti, dat is aangrenzende land, al met welwillendheid naar dit transportsysteem wordt bekeken. Want ook voor die landen is dit een nieuwe economie. Mensen kunnen dit bouwen en toeristen zullen het kunnen gebruiken om ermee te reizen. Dus ja, dat brengt plat gezegd, simpel gezegd, geld in het laadje. Nou, het blijft natuurlijk een komen en een gaan van overheidsdelegaties. Op de foto zien we hier Anatoly Unitsky met een belangrijk persoon, een belangrijke directeur van een staalfabriek in Chaya. Ja goed, Unitsky heeft natuurlijk heel veel staal nodig. Dus ja, die contacten moeten natuurlijk worden, worden gelegd. Dat is ook gebeurd. En dan hebben we aan de foto aan de rechterkant een woordvoerder van een burgemeester in een stad in Peru. En die heeft ook kennis genomen van het bestaan van Unitsky String Technologies. Dus ja, het is een komen en een gaan van overheidsdelegaties dan wel bedrijven die willen zien wat daar gebeurt. Nou, daarnaast heeft Anatoly Unitsky String Technologies ook nieuwe producten ontworpen. Dat hebben zij gedaan en het staat in deze tekst een beetje krom. Maar ik heb even de tekst, omdat wij dat nagenoeg verplicht zijn, letterlijk gekopieerd. Nou, ze hebben eigenlijk nu een systeem ontworpen waarbij de, op het moment dat er kan worden geremd, dat er meer energie kan worden, op een goede manier kan worden opgevangen. Dus ja, zo zie je dat er eigenlijk ook achter de schermen heel veel nog steeds gebeurt. Wil je meer informatie hierover teruglezen? Dan verwijs ik je even naar de officiële site www.unitsky.engineer.com. Daar kun je deze update zien. En Vietnam. Dit vind ik wel leuk om met jullie te delen. Vietnam zal een van de eerste landen zijn waarbij er een commercieel traject wordt gerealiseerd. Dit is een voorbereiding die inmiddels al bijna 3 jaar eigenlijk achter de schermen in volle stilte gaande is. Vietnam is een van de bedrijven die middels de crowdfunding of crowdinvesting de schouders eronder heeft gezet en er ook voor zorgt dat Unitsky met de meeste omzet komt dus ook van Vietnam, zo zeg ik het goed. Ik zal niet in details treden, maar het is een land, het is wat dat betreft een land die de schouders eronder zet, waarbij iedereen nog steeds enthousiast is. Dat in tegenstelling zoals veel Noord-Europese landen waarbij mensen negatief zijn. Omdat in dit soort landen zien mensen de kans en mensen hebben iets om voor te knokken. Ze kunnen dus eigenlijk inkomsten nu al genereren om hun gezin te onderhouden. Maar op deze foto's zien wij hoe het er eventueel uit kan zien. Onlangs heeft Vladi ik kom even niet op zijn naam, maar goed, Vladimir Maslov, nu heb ik hem, de eerste contracten ondertekend en ze hebben ook een entiteit opgericht via Transnet. De ouderen onder ons zullen misschien Transnet de naam zelf nog wel kennen. Je ziet het hier, de naam wordt gebruikt. Via Transnet is het bedrijf wat erop toe zal zien dat de bouw in Zuidoost-Azië geheel goed zal verlopen. De bedoeling is dat er gestart wordt met de bouw binnen dit kwartaal. En dat, dat het traject van 3 kilometer met 2 opstapstations gereed is in kwartaal 4 van 2023. Dus mocht je het leuk vinden en je mocht willen zien hoe het daadwerkelijk straks in Vietnam eruit ziet. Het staat je vrij om een ticket te boeken en jezelf een vakantie naar Vietnam te gunnen. En dan dit mooie groene gebied te bezoeken.
Onlangs heeft Uniski String Technologies de rebranding voltooid. En ik blijf dat benadrukken, omdat het gewoon heel belangrijk is. Ik zie nog steeds dat mensen Skyway gebruiken. Ik kan enkel aangeven om dat niet te doen. Mocht je het willen gebruiken, gebruik USky, gebruik UST, gebruik Uniski String Technologies. Skyway heeft aan de ene kant voor een hele hoop goeds gezorgd, maar ook voor een toch een lichtelijke smet. Doordat een hele hoop landen negatief zijn gaan reageren op de unieke opportunity die Anatoly Uniski eigenlijk ons heeft gegeven, heeft de naam Skyway een kleine smet gekregen. Nou goed, dat wil je natuurlijk niet als bedrijf, dus wat hebben ze gezegd? Wij gaan door onder de naam Uniski String Technologies. Wij gebruiken daar eigenlijk als boegbeeld of logo de Unibike voor. Dat is een cursief gedrukte U. Dat zie je ook op de sheet. En deze sheet, of deze kleur, kleuren wij dan in. En zo is er een cursief gedrukte U gekomen. Het klinkt misschien heel warrig, maar gebruik gewoon vanaf heden de naam UST of Uniski String Technologies. Anatoly Uniski is de enige persoon die de naam Uniski of de naam Skyway nog mag gebruiken. Zoals ik in het begin van mijn presentatie aangaf, is Uniski String Technologies nog steeds operationeel. Alles verloopt volgens planning. Natuurlijk zullen ze wat hinder ondervinden van de huidige situatie binnen Uniski String Technologies en Rusland en de oorlog in de Oekraïne. Maar dat ondervinden wij ook. Dus dat is niks nieuws. Vooralsnog gaat alles volgens planning. Nadezhda Kosareva heeft dat ook onlangs in een interview aangegeven. Dus eigenlijk wat dat betreft geen veldje aan de lucht. Daarbij wil ik ook aangeven dat een hele hoop al wordt geleid vanuit de Emiraten. En om nog maar aan te geven wat voor mooi bedrijf Uniski String Technologies is en wat voor unieke opportunity Skyworld Community ons biedt. De autoriteiten van de Emiraten Dubai hebben onlangs aangegeven dat het in hun emiraat toe is gestaan om crowd investing te gebruiken, zodat innovatieve start-ups gevuld kunnen worden met geld. Dat is voor moslimlanden, voor landen waar ze het islamitische geloof hanteren, zeer zeldzaam. En waarom is dat zeer zeldzaam? Het is niet toegestaan om geld eigenlijk te lenen. Je mag wel geld geven, maar je mag het niet lenen. Dus dat deze stap is gezet, geeft enkel aan wat voor mooie opportuniteit Uniski String Technologies met zich meebrengt. En dan zijn dit nog wat informatiekanalen die we kunnen raadplegen. De bovenste, dat is waar onze back-office te vinden is, www.skyway.capital. Dan krijgen we de officiële site van Uniski String Technologies, dat is www.uniski.com. Dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Uniski, dat is www.uniski.engineer. En dan krijgen we de officiële Facebookgroep waarin ik dagelijks updates met jullie deel. En daarin kunnen jullie alles rustig teruglezen. Er is ook een Skype-groep. Op dit moment maak ik daar heel weinig gebruik van. Wat is de reden daarvan? Heel simpel, ik ben daar geen beheerder van. Ik wil graag dat een groep heel rustig is. Ik wil, en ik vind het heel belangrijk dat wat dat betreft negativiteit in de kiem wordt gesmoord, omdat dat niet helpt. En de negativiteit die nu ontstaat is omdat mensen het gewoon niet snappen, maar velen ook niet willen snappen, daar ook de moeite niet voor doen. Mijn collega Nettie en ik, wij geven wekelijks webinars waarin we mensen gewoon aangeven, kom rustig kijken, laat jezelf op de hoogte brengen van de meest nieuwe updates, zodat je niet onlogische vragen hoeft te stellen van, ik heb in het verleden geïnvesteerd in Skyworld Community en hoe ver staan ze? Nou, iedereen die een beetje de rode lijn volgt, weet waar ze staan, weet waar ze voor staan en weet hoe ver de vork in de steel zit. Nou goed, Nettie Sommers en ik zijn niet de beroerdste om die mensen, om iedereen te voorzien van antwoorden. Dat zullen we ook blijven doen. Maar ook als je vragen hebt over stukken waar je niet uitkomt, als er iets onduidelijk is. En je hebt gewoon in ieder geval je doet in ieder geval de moeite om de webinars te volgen. En dan nog kunnen wij ons voorstellen dat het soms heel moeilijk is, omdat er heel veel informatie is die op je afkomt. Ik geef ook nu aan van, probeer niet alles te onthouden van wat ik zeg, want het gaat je niet lukken. Voor mij is het heel makkelijk, omdat het voor mij materie is waar ik dagelijks mee werk. Voor mij is het ook gewoon heel belangrijk om jullie gewoon weer op de hoogte te brengen van de laatste updates
dat je het wil volgen. Fantastisch dat je de moeite neemt om deze webinar bij te wonen. Ik vind het fantastisch. Ja, dat doet mij heel goed. En ik ben er ook ontzettend dankbaar voor. Maar ik kan het ook, of ik kan mezelf ook heel goed voorstellen dat het soms heel lang duurt voordat je daadwerkelijk resultaat ziet. Nou, met deze webinar heb ik enkel geprobeerd je aan te geven wat de reden is waardoor het zo lang duurt. Dan heeft Skyworld Community eigenlijk een fantastische video onlangs vrijgegeven. En die ga ik na deze presentatie ook met jullie delen. Dus ik hou zo meteen op met mijn babbeltje. Dus dan ga ik het mijn scherm delen en dan ga ik jullie deze presentatie op YouTube laten zien. Blijf gerust even kijken. Het is een fantastische presentatie, maar het laat wederom zien wat Unitsky String Technologies heeft bereikt. Waar ze nu voor staan. Nou goed, ik ben dus aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie vanuit mijn kant hartelijk danken voor jullie tijd, energie en aandacht. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie aankomende week. En die zal mijn collega Nettie Sommers geven. Zoals ik net al aangaf, ik ga mijn scherm zo delen en ik ga de video op YouTube opstarten. Ik wens jullie nog een fantastische en hele mooie fijne avond. Dankjewel en tot de volgende keer.